Moest je het weer maken? Stel voor ja. Dat is allemaal. Dit is het officiële moment dat we eindelijk de recreatiezaal officieel kunnen openen. Het heeft even geduurd, maar het gaat nu echt gebeuren. De oudste bewoner van de Lindenborg gaat nu met een lintje knippen. Ja! 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 Goed zo. Kijken. Die zijn we ook begonnen op dinsdagmiddag. En zij is goed wel. Vanuit de organisatie hier, de activiteitencommissie en de beloningscommissie, is het initiatief met proces opgepakt en met de binnenhuisarchitecten om er iets moois en iets gezelligs van te maken. Het was natuurlijk al een fijne ontmoetingsruimte, maar het kon wel een opknapbeurtje gebruiken. In een hele goede samenwerking en afstemming is daar met elkaar aan gewerkt en is daar uiteindelijk dit resultaat bereikt. Met een mooie frisse woonkamer die een gezelligheid uitstraalt en die voor de komende jaren volgens mij weer heel veel plezier kan brengen in het samenkomen hier. Als proces hebben we hier uiteraard aan bijgedragen, omdat we het heel erg belangrijk vinden dat bewoners elkaar zeker in dit soort complexen ook kunnen ontmoeten. Het proces en vanuit mijzelf daar wel de waardering voor uitspreken. Want ook om te komen tot deze zaal hebben we wel met elkaar samen gedaan. Dat wil ik in ieder geval toch even benoemd hebben. En ik wil eigenlijk ook wel een applausje voor jullie allemaal daarvoor. Ik wat bijzonder vind om te vermelden, ik denk dat de meesten van jullie dat wel weten, we hebben hier ook nog op een duurzame manier de recreatiezaal proberen te herin te richten. Want als u naar de stoelen en de tafels kijkt, die stonden hier al. Alleen, ze zien er iets anders uit als u het mij vraagt. En ook daar hebben we gezamenlijk met de bewonerscommissie bepaald hoe gaan we het doen, of met de activiteitencommissie samen, hoe gaan we het doen. Hoe ziet het eruit? Nee, ik heb ze. De hapjes beginnen, dus ik ga zitten. Ik raak nooit iets. Nee. Marcel, tot wat is het dan? Het was ziek. Ja. Dan. Toen had ik in Hellingsveld de hele gemeente al gezocht foto.